John, jij was aanvankelijk bij de komst van Dirk Kuyt heel enthousiast over hem als trainer. Ik weet dat je liever een ander had gezien, maar toch, in het begin was je enthousiast over hem. Je mening op dit moment is toch wat bijgesteld? Nou, kijk, enthousiast. Ik was helemaal niet enthousiast over Dirk. Ik heb hem het voordeel van de twijfel gegeven. Dat is iets heel anders dan enthousiast. Ik had gewoon liever Haagse mensen op de posten gezien hier. Want ik denk dat je namelijk, als je met Haagenezen verliest, dat is gewoon zo. Ik weet hoe de supporters zijn. Die verliezen liever met een Beugelsdijk en een Immers als dat ze die niet erin hebben. En ik denk dat je hier iedereen die vraagt om Edwin Krunels. En als je dan een beginnende trainer neerzet, dan denk ik, had er lekker Edwin Krunels neergezet. Maar goed, de keuze wordt op een ander gezet. En als je dan Dirk Kuyt hoort, ja, dan denk ik, ja, weet je, staat een naam. Beperkte voetballer die de wereldtop heeft gehaald. Een strijder. Dan denk ik, ja, die moet je het voordeel van de twijfel geven. Alleen, in alle eerlijkheid, nu niet meer. Want hij maakt er gewoon een puinhoop van, vind ik. Dat is wat ik vind. En anderen kunnen dan zeggen, joh, ik steun hem nog steeds. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik zie langs de kant een fan staan die gewoon als een Madame Tussauds-pop langs de kant staat. Ik zie hem niet bewegen. Staat met zijn armen over elkaar en er zit totaal geen emotie bij. En ik zie ook niet dat de spelers het gas voor hem opvreten. Daarna speelt hij een systeem met een centrale spits die 34 goals vorig jaar gemaakt heeft. Zonder dat hij met buitenspelers speelt. En dan klagen dat je spits niet scoort. Ja, ik zeg het heel eerlijk tegen jou. Ik heb ook mijn trainerspapieren gehaald, Ton. Maar ik had altijd een plan B en een plan C. Maar bij Dirk zie ik dat niet. Dus ja, ik zeg gewoon in alle eerlijkheid. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Nee. Sta ik erin. Dan noem je de naam van de spits Thomas Verheid. Thomas Verheid en Ricardo Kiesna hebben nu aangegeven van ja, onder deze omstandigheden willen we niet door. We willen op die transferlijst dadelijk in de transferperiode. Dat is natuurlijk ook geen beste zaak. Geen beste zaak. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, Ton. Ze zullen er reden daarvoor hebben. Kijk, ik praat regelmatig met Edwin Rijntjes. Gewoon simpelweg zeggen, ik ben het ook niet altijd met hem eens. Maar ik probeer wel altijd op een normale manier met hem te communiceren. Alleen, ja, wat ik al zeg, ik vond dat interview wat hij van de week gegeven heeft aan Jim van der Del en aan Omroep West. Dat vond ik nog niet echt een bijster slimme zet. Hij zal zijn reden daarvoor gehad hebben. Maar om zo eigenlijk je spelers in een hoekje te drijven, want daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, ik vind dat ook niet echt heel slim is, want je spelers moeten het op het veld doen. En zonder spelers, als je de steun van de spelers ook al niet meer gaat krijgen en de steun van de supporters al niet meer krijgen, ja, moeilijk. Moeilijk. Ik denk dat het wel een heel moeilijk, dat het vanavond tegen Rode JC wel een heel apart wedstrijdje wordt. Ja, maar ik hoorde ook op een gegeven moment dat met name spelers betichten hem van het stelselmatig verkondigen van leugens. Dat is nog niet zo best. Ja, goed, weet je, dat hoor ik natuurlijk vaker. Kijk, ik ga hem daar toch een klein beetje in verdedigen. Want kijk, een kat in het nauw, die maakt nou eenmaal rare sprongen. En alleen, ja, hij is van het ene naar het andere. Hij is natuurlijk steeds een diepe gat in gevallen. En op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet verkondigen. Ik weet niet of die man veel leugens eruit gooit. Ik bedoel, ik heb redelijk vaak praat ik met hem. En wat ik al zeg, gelukkig, en dat heb ik ook toevallig vorige week nog tegen hem gezegd. Gelukkig zitten we de laatste tijd on speaking terms. Dat was in het begin helemaal niet zo. Maar ik vind, hij is wel je algeheel directeur. En hoort dat, of hij het goed of slecht doet, ga er maar aan staan. Want dat is natuurlijk wel een baantje, algeheel directeur van de voetbalclub zijn. En helemaal van de voetbalclub als ADO Den Haag zijn. En helemaal dan nog eens een keer als je zo in handen ben van wat je met alles met voeten, handen en voeten gebonden ben aan geld vanuit het buitenland van mensen die hier nooit zijn, dan is dat inderdaad een vrij lastige situatie. Nou goed, Daryl Janmaat kondigde afgelopen zaterdag zijn vertrek aan. Dat heeft ook een beetje te maken met van ja, het niet serieus genomen voelen, niet echt de steun gekregen die hem was toegezegd bij het aanvaarden van zijn functie. Dat blijft, kijk, natuurlijk geen ervaring, maar goed, ervaring moet je ook opdoen. Ja, ik weet niet wat hem is verteld. Ik heb, zoals ik het begrepen heb, is Daryl natuurlijk altijd aangesteld als technisch directeur, maar niet als tekenbevoegd. Dus eigenlijk een soort verkapte spek en bonen technisch directeur om het te leiden. Hij zou er ook iemand naast krijgen. Daarnaast vind ik het wel zo dat, kijk, en dat is zoals ik erin sta. Daryl is een Haagenees. Thomas is een Haagenees. Ricardo is een Haagenees. Als deze drie spelers nu bij mijn club weglopen, houden we dadelijk helemaal geen Haagenees meer over. En als ik één ding... Als ik me met één ding verbonden voel met ADO Den Haag, dan is dat het groen-gele shirt, dan is dat die stomme ooievaar. Maar dan is dat ook een Thomas Verheid en Ricardo Kiesna, dan is dat ook een Daryl Janmaat en al die Haagse gasten. En dat is wat ik op het veld wil zien. Als ik verlies nogmaals met 11 Haagenezen die het gas opvreten, zoals vorig jaar onder Giovanni is gegaan,
En als je dan verliest, dan kan je daar vrede mee hebben. Maar ik kan er nu geen vrede mee hebben als ik 11 van die gasten op het veld zie staan die helemaal het gas niet voor de trainer opvreten. Die waarvan ik zeg dat de verdediging gewoon echt, dat heb ik 100 keer gezegd, en dan wil ik Assante er buiten laten. Maar gewoon de slechtste verdediging is die we echt in, ik weet niet hoe lange tijd gehad hebben. Ik heb nog nooit zulke slechte verdedigers gezien. Ja, dan kun je doelpunten maken wat je wil, maar als je ze elke keer om je oren krijgt, dan is dat ook... want ook Hugo, die is op het ogenblik in de mindere vorm, want die krijgt ze ook achter elkaar om zijn oren. Maar ja, ga er maar ons dan met zo'n verdediging. Ja, zeker. Nou, wil hij niet snel reageren op zaken die dan spelen? Zegt elke keer van, ja, dat doe ik na de wedstrijd tegen Roda JC. Want dan is het ook het evaluatiemoment met Kuyt, die overigens zelf zegt nergens van te weten. Maar toch... Wat verwacht jij wat hij dan gaat zeggen na die wedstrijd tegen Roda JC? Vooropgesteld dat ik vind dat hij gisteren alle de minuten had moeten reageren. Hier had hij gelijk moeten pareren. Ze eigenlijk gelijk moeten verdedigen en gelijk zeggen van de Del bellen of iemand bellen van je wacht even, hier ben ik. Dit gaat helemaal nergens over. Ik ga morgen intern met ze praten, wat dan ook. Dat heeft hij niet gedaan. Hij gaat afwachten. Nou, afwachten is natuurlijk grote fouten, want je weet natuurlijk tegen Roda JC en de supporters, die gaan daar natuurlijk nog groter los. Moet je daar wat van zeggen of moet je daar niks van zeggen? Dat weet ik niet. Maar mocht je vanavond verliezen of mocht je tegen Roda JC verliezen, dan denk ik dat het donderdag einde verhaal Kuyt, einde verhaal Rijntjes is. Ja, wat dat betreft, ja, jij blijft ook nog steeds jammer vinden dat een Hamdi ooit vertrok bij Adel Den Haag. Zeker. Vooropgesteld dat nogmaals, kijk, als Edwin Rijntjes het voor elkaar kan krijgen om het zootje te draaien en met goed statement te komen, hoeft hij van mij niet weg. Want ik laat ik het zo zeggen, een trainer, denk ik, als hij niet presteert, gaat hij overal weg. Dus waarom niet bij ADO? Maar om op je vraag terug te komen van Hamdi, of ik dat vervelend vind, ja, dat vind ik heel vervelend. Want ik heb namelijk Mohamed Hamdi, die heb ook niet alles goed gedaan. Maar die zat echt in een positie dat hij echt moest ruimen en shit moest oplossen van anderen. En wat Mohamed Hamdi gedaan heeft is, en ik ken Mohamed heel goed, is gewoon een Haagse gast die in Leidschendam woont. Een ADO-supporter. Die jongen dat was precies de goede directeur die we bij ADO Den Haag nodig hadden. En ja, daar ben ik doodziek van dat hij weg is. En ik weet ook dat hij heel veel mensen tegen zich had. Maar, en hij zou ook wel niet alles goed gedaan hebben. Maar ik had heel graag gezien dat onze Mo nog een jaartje de kans had gekregen om ADO eruit te trekken. En ik was ervan overtuigd geweest dat goed was gegaan. Geloof je er echt in dat dadelijk Verheid en Kiesna in de winterstop vertrekken bij ADO? Nee. Nee, want als dat gebeurt, dan breekt de pleuris los in Den Haag. En dat gaat nooit gebeuren. Want dan... Ik denk gewoon simpelweg, en ik hoop echt, want ik ga er echt heen, want ik ben een ADO-man. Ik wil niet dat ze verliezen. En ik hoop echt dat we vanavond winnen tegen Roda. Maar als ze die wedstrijd verliezen tegen Roda JC... Ja, dan denk ik dat einde verhaal Kuyt, einde verhaal Rijntjes. Want dan kan je echt niet meer... En dan blijven Kiesna en dan blijven Thomas Verheid. En dan moet er maar een Haagse trainer voor de groep staan. En dan moeten we maar kijken. En we hebben ze lopen, de Haagse trainers. Want Danny Buijs, die zit te springen. Edwin Krunos, die het volgens mij heel graag over wil nemen. We hebben nog een of andere technisch directeur ergens lopen. Meneer de Jong, Johnny de Jong. Waarvan ik denk dat hij het ook wel heel graag zijn gezicht wil laten zien bij ADO. Als er echt goede mensen achter zitten. Dus... Er zijn Haagenezen zat en dan hebben we nog Cor Lems, we hebben nog René Stam, we hebben nog mensen zat die erin willen springen. Tot slot, gepland was afgelopen maandag een presentatie van het nieuw boek over ADO van Jan Herman de Bruin. Dat was gepland ook bij jou in de Legends Lounge. Ja, op het laatste moment ging het ook ineens, ging er een streep door. Ja, dat is heel simpel. De Legend Lounge is natuurlijk van ADO Den Haag, waar ik heel trots op ben dat ik dat mag draaien. Dat moet ik dan ook heel eerlijk zeggen, dat een heel groot succes is. Er is ook een deel van de boxes van mij. Het was na zessen, dus ik heb het heel netjes aangevraagd aan Jesper. Jesper van der Bos, commercieel directeur. En dan heb ik alles en iedereen in de cc gezet, gezegd van joh, er is een boekpresentatie van het boek van Chris Willemsen. Mag dat in de Legend Lounge plaatsvinden? Ja, daar zijn serieuze concrete afspraken mee gemaakt met Chris Willemsen, de uitgever van het boek. Dat had te maken met de catering en dat had te maken met de veiligheid. Nou, dat is allemaal afgekocht en geregeld. Ja, en een paar dagen van tevoren stuurde Edwin Rijntjes mij inderdaad een berichtje van om gelijk met de deur in huis te vallen. De presentatie van het boek kan niet in de Legend Lounge plaatsvinden. Ik spreek je vanavond. Maar goed, ik heb hem s'avonds niet gesproken. We hebben het er nooit meer over gehad. En de Legend Lounge is niet de ruimte geweest waar het boek is gepresenteerd. Het is in Scheveningen ergens gepresenteerd. Kijk Duin bij Pavarotti. Of Kijk Duin. En Kijk Duin Pavarotti inderdaad, ja. En hoort dat, ja, wat vind ik daarvan? De algeheel directeur heeft daar zijn reden voor en dat heeft te maken met Jan Herman. Jan Herman en de algeheel directeur, ja, die leggen elkaar niet heel goed, heb ik begrepen.
Wat ik dan jammer vind is dat ze dat niet wat eerder zeiden, want ze hadden alle kosten al gemaakt. En dat is inderdaad vervelend, ik hoef jou niet uit te leggen. Als jij natuurlijk heel veel kosten maakt, het uitgeven van dingen, en op het laatste moment ketsen ze dat af. Dan vind ik dat ook niet de schoonheidsprijs verdienen. Aan de andere kant, het is de algeheel directeur bepaalt dat. En ja, die had misschien op dat moment andere dingen eerst aan zijn hoofd. En die zei gewoon van ja, dat gaat hem niet worden. Ik ben het daar, hij was er ook niet mee eens, maar goed, ik heb het, ik had er niks mee te maken, dus ik heb het laten gaan. Goed, nou, laten we afwachten hoe de zaken gaan lopen bij ADO Den Haag. Die in ieder geval dit seizoen, zoals traditioneel, heel vaak bij de club een beetje hommel is. Dan gaat het op het veld niet goed, maar ook in de top niet. Toen een beetje hommel is. Ik denk dat we zo'n jaar als dit jaar echt nog nooit gehad hebben. Ik denk, ik loop echt een tijd mee, en jij ook. En we hebben er al Recon tijd meegemaakt. Dat was ook een puinhoop. Maar dit gaat er niet zo heel ver vandaan komen. Dit is echt een selectie die, laat ik het zo zeggen, er zit meer potentie in deze selectie als wat we toen hadden. Maar op alle vlakken hier zo is het echt gewoon overal onrustig. En dat is, het is typisch Haags, typisch ADO. Maar het geeft, het geeft een heleboel stress daarbij. En wat ik al zeg, ik voel me er ook bij verbonden. En ik ben trots dat het in de Legend Lounge bij ADO, dat ik die gewoon elke week vol krijg met hele mooie mensen. En allemaal oudspelers die zich allemaal heel erg thuis voelen. En daar ben ik echt heel blij mee dat dat in ieder geval goed loopt. Maar ik hoop dat we heel snel weer, dat we heel snel weer één club zijn, één grote familie. En dat we heel snel in de Eredivisie spelen. Goed, je blijft op de hoogte, maar eerst gewoon lekker 16 dagen genieten in Qatar. Ik zal aan jullie denken als ik 47 graden zit en jullie hier in de sneeuw met een biertje man.